Thema 7, H voor 5. Bescherming en evenwicht, de huid en bescherming. Nou, de huid is een orgaan van ons lichaam dat beschermt tegen invloeden van buitenaf. Bijvoorbeeld beschadiging, pathogenen ofwel ziekteverwekkers en DNA-beschadiging door UV-straling. Nou, hoe is de huid nou exact opgebouwd? De huid is opgebouwd uit een opperhuid en een lederhuid. Uh, die uh, opperhuid bestaat uit een hoornlaag en een kiemlaag. En die lederhuid bestaat uit bindweefsel. Uh, Waar ook onderhuidsbindweefsel bij hoort, waar het vet in zit, wat zorgt voor isolatie. We gaan beginnen met de opperhuid. Nou, de opperhuid bestaat dus uit een horenlaag en een kiemlaag. Die horenlaag, dat is de allerbovenste laag, de buitenkant van de huid. En die bestaat uit dode epithelcellen, ofwel dode dekweefselcellen en die hebben als functie eh, beschermen tegen schade, uitdroging en infecties en slijten van buitenaf af. Als je dus eh, een wat dikkere laag dode verhorende celresten hebt, dan eh, praten we over eelt en dat heb je op plekken die vaker belast worden, vaak onder je voeten bijvoorbeeld. Eh, daarnaast eh, hebben we nog de kiemlaag en de kiemlaag die bestaat uit ook weer twee lagen Namelijk de onderste laag en die deelt zich voortdurend. Dus daar komen steeds nieuwe cellen bij. En de bovenste laag die schuift steeds meer naar buiten en die verhorent en sterft af. En dan vult die daarmee dus de horenlaag weer aan. In deze opperhuid zijn geen bloedvaat te vinden. De epiteelcellen die krijgen voedingsstoffen en zuurstof via de... Weefselvloeistoffen vanuit de lederhuid. En de lederhuid zie je hieronder en hier zie je ook de bloedvaten lopen in de lederhuid. Nou, als we nog eens verder kijken naar de kiemlaag, dan zie je dat er in de kiemlaag ook melanocyten zitten. En melanocyten, dat zijn pigmentvormende cellen. Melanos staat voor zwart, en die vormen melanine. Dat is een donker pigment. En die geven dit via uitlopers aan de nabije opperhuidcellen af. En hier zie je die uitlopers. En die beschermen tegen UV-straling. Um, dat, uh, dat wordt door zonlicht gestimuleerd. Uh, die aanmaakt daarvan. En de huid uh, die vormt onder invloed van die UV-straling vitamine D. En dat is ook weer belangrijk voor onze weerstand. He, uh, die melanociden, die, uh, dat zijn dus eigenlijk pigmentcellen, die dus pigmentvorming geven aan onze huid. Nou, die opperhuid, die heeft ook haren. Die haren, die steken uit de huid en die groeit vanuit een haarzakje. Hier zie je een haarzakje. En een haarzakje is eigenlijk een uitstulping van de kiemlaag in de lederhuid. Dus hier zie je dus die kiemlaag die dus in die lederhuid steekt. En in dat haarzakje zitten weer talgklieren. En die talgklieren, die zijn dus talg, dat is een vettige stof die de haren en de horenlaag soepel houden. Dus die haren, die hebben ook wel degelijk een functie. Die zorgen er dus voor dat de huid soepel gehouden wordt. We gaan eens verder naar de lederhuid. Ja, dit zit dus onder de opperhuid. En die lederhuid bestaat voor het grootste gedeelte uit bindweefselcellen. En als je dus ook kijkt hier naar het plaatsen van die tatoeage... tatoeageinkt wordt ingebracht in de lederhuid. En waarom? Omdat hier niet steeds voortdurend nieuwe cellen gevormd worden. Als die tatoeage nou in de kiemlaag ingebracht zou worden dan zou, de, zou die uiteindelijk verdwijnen omdat er steeds meer nieuwe cellen bij komen en uiteindelijk cellen ook verdwijnen via de horendagen En dan zou zonde zijn van je dure tatoeage natuurlijk. Nou, dat bindweefsel dat bestaat uit uh, zintuigcellen, uitlopers van zenuwen, die zie je hier, uh, haarspiertjes, haarspie, uh, die zie je uh, hier aan de haar zitten, uh, bloedvaten, en zweetklieren. Nou, en uh, al deze uh, klieren en zenuwen samen uh, zorgen ervoor uh, dat er dus um, reacties doorgegeven kunnen worden via de huid naar de rest van het lichaam toe. Uh, en ook uh, spullen vanuit binnenuit uh, via de huid ons lichaam kunnen verlaten. Nou, dat onderhoudsbindweefsel, eh, wat we hier zien, dat bestaat uit vetcellen. Nou, die vetcellen dat zijn eh, relatief grote cellen met grote vacuolen waarin vet opgeslagen zit. En de functie daarvan, heb ik al eerder benoemd, dat is de warmteisolatie van ons. Nou. Nu kan het gebeuren dat er ook schade plaatsvindt aan de huid. Hè? Jullie weten het allemaal wel. In de zomer gaan we lekker lang in de zon liggen en dan word je op een gegeven moment rood. Nou, als je dus zo rood geworden bent door de zon, dan heb je eigenlijk al een verbranding. Dat noemen we een eerste graads verbranding. Dan heb je geen brandwond. De huid is niet kapot. Maar hij is wel rood, hij is wel geïrriteerd. Uh, uh, zo'n eerste graad verbranding is nog niet zo heel ernstig. Maar het kan zijn dat je nog wat langer in de zon blijft liggen onbeschermd. En uh, dan uh, raken delen van je opperhuid uh, branden weg, uh, delen van de lederhuid raken aangetast, je kunt blaarvorming krijgen. En dan praten we over een tweede graad brandwond. Uh, dat is heel vervelend, eh, vooral die blaren, want het doet ontzettend veel zeer. Um, maar dit kan nog wel uh, redelijk goed herstellen. Nou, je kunt ook te maken hebben met uh, verbranding door bijvoorbeeld een ongeluk. Hè. Net als in het voorbeeld in het boek. Uh, die jongen die heeft een ongeluk gehad uh, met barbecuen en die heeft daardoor dus uh, tweede en derde graads verbrandingen opgelopen. Nou, als je een derde graads brandhond hebt, dan is de opper- en lederhuid compleet verwoest en vaak ook aangetast. Uh, vaak heb je ook aangetast onderhuidsbindweefsel en zenuwen. En uh, ja, goed daar kun je dus de rest van je leven last van hebben. Hè? Want er, daar krijg je enorm lelijke littekens van. Uh, je huid is niet meer zo uh, rekbaar. En ook uh, doordat de zenuwen kapot zijn, uh, kan het ook zijn dat je ook gevoel gaat missen in je huid. Nou, uh, Naast uh, dat je huid dus beschermt tegen invloeden van buitenaf, zorgt de huid ook voor homeostase. Homeostase weten we, dat is het evenwicht in ons lichaam. En wellicht ken je dit plaatje nog van vorig jaar. Uh, homeostase in het lichaam is eigenlijk zo dat er uh, een bepaalde temperatuur gemeten wordt. Nou, als uh, de temperatuur te warm wordt, dan zegt de hypofyse, het controlecentrum. Dat dus de uh, verwarming naar beneden moet, dat we dus uh, moeten gaan afkoelen en dat we dus uh, weer een goede temperatuur krijgen. En als de temperatuur te ver daalt, dan zegt de hypofyse, het controlecentrum, dat er juist uh, meer uh, warmte moet komen en dan uh, stijgt de temperatuur van ons. En uh, dat systeem werkt dus eigenlijk net als een verwarmingssysteem. Vandaar ook deze schematische weergave van een verwarming. We komen later nog met een afbeelding waarbij de mens erin geplaatst wordt. Dan kun je misschien weer eventjes dat beeld beter terughalen. Nou, we hebben dus die temperatuur. En die wordt dus onder invloed van de hypofyse, zoals ik net al zei, onder controle gehouden. 70% van de warmteproductie is afhankelijk van het hart, de longen, de nieren, de hersenen, het darmkanaal en de lever. Dus die zorgen ervoor dat er warmte gemaakt wordt om jouw lichaam in een constante temperatuur te houden. Nou, die homeostase van de mens, die ziet er schematisch als volgt uit. Daar gaan we nu dus iets dieper op in. Om te beginnen gaan we eens bekijken wat er gebeurt als je je lichamelijk inspant. Dus bij lichamelijke inspanning vindt... In actieve spieren intensieve dissimulatie plaatsen. En daardoor stijgt de temperatuur aan de buitenzijde van je lichaam. Het bloed verdeelt warmte over heel je lichaam. En uh, het is dus van belang dat die warmte dat dat niet te warm wordt, dat het niet te ver boven die 37 graden, de normtemperatuur, komt. Uh, we willen homeostase, een zo is constant mogelijk inwendig milieu. En in dit geval hebben we dan dus over. De temperatuur. Nou, we krijgen dus een prikkel binnen bij de koude en warmte zintuigen. Die staan in verbinding met die hypothalamus. En die hypothalamus die geeft weer een seintje aan die hypofyse door. De temperatuur wordt geregistreerd en het seintje wordt afgegeven om het lichaam in werking te stellen. Om te zorgen dat de temperatuur gaat dalen of dat de temperatuur gaat stijgen. Nou, we gaan beginnen. Uh, ...met temperatuurstijging. Wat willen we? We willen warmteproductie hebben. En dat is dus afhankelijk van intensieve dissimulatie, dus verbrandingsprocessen. Nou, we hebben dus hier um, de normale lichaamstemperatuur. En we lopen in een koude omgeving. Uh, nou, onze uh, koude warmtereceptoren vangen dus op dat de temperatuur van ons lichaam aan het dalen is... Uh, ...beneden de normwaarde... En als het beneden de normwaarde is, dan gaat jouw lichaam daarop reageren. De warmteproductie stijgt door een hogere intensiteit van de dissimulatie. En bij een sterke daling uh, ga je dat ook merken, want dan ga je ongewilde spierbewegingen krijgen. Dan ga je rillen en klappertanden. Nou, uh, wat gaat je lichaam nu doen? Uh, vanuit de hypofyse komt er een signaal af. Dat dus de bloedvaten moeten gaan vernauwen en de zweetklieren minder zweet af moeten gaan geven. Als dit gebeurt, dan uh, gaat de temperatuur van je lichaam weer stijgen en komt hij weer in balans. Ze komt hij weer op de 37 graden uit. Um, nou als je dus, uh, het heel koud hebt hè, en uh, je, je uh, spieren gaan samentrekken, dan uh, herken je vast ook wel dat kippenvel. Nou, dan gaan je haren of bij uh, vogels veren gaan, uh, meer rechtop staan. En dan ontstaat er een dikkere stille luchtlaag. Tussen die, uh, en die isolerende luchtlaag die beperkt de warmteafgifte van je huid. En daardoor uh, heb je het dus uiteindelijk gaat dus je temperatuur dus ook beter stabiliseren. Um, nou daarnaast uh, hebben we ook uh, problemen juist met als de temperatuur te ver stijgt. Hè? Als de temperatuur boven de normwaarde stijgt, um, dan um, willen we dat de temperatuur gaat dalen. Nou, uh, hoe gaat die temperatuur nou dalen? Nou, uh, het lichaam krijgt dus een signaal uh, dat de temperatuur binnen het lichaam boven de normwaarde uit gaat komen. En als reactie daarop uh, geeft de hypothalamus een, een seintje af uh, dat uh, wij moeten gaan zweten. En dat de bloedvaten moeten gaan uh, verwijden. En uh, nou, die zweet uh, onder andere, dat bestaat voornamelijk uit water en zout. En door verdamping van het water uit het zweet wordt warmte uit het lichaam ontrokken en daalt je lichaamstemperatuur. Uh, nou, warmteafgifte is groter naarmate het verschil tussen de temperatuur van de huid en de omgeving groter is. Um, en de temperatuur in de huid wordt dus geregeld door het bloed, hè. Bij verwijde bloedvaten hebben we meer warmteafgifte en bij vernauwing hebben we minder warmteafgifte. En dat kun je hier ook terugzien. Hier zie je dus de reacties van de bloedvaten op temperatuur, um, temperatuurstijging. En dan willen we dus dat de temperatuur gaat dalen. En temperatuurdaling, dan willen we dat de temperatuur gaat stijgen. En dat krijgen we dus door hier, zie je dus dat kippenvel, dus dat spiertje gaat samentrekken, waardoor er een stabiele luchtlaag ontstaat. Ofwel, we gaan zweten. En vanuit die zweetklieren gaat dus het water wordt onttrokken uit het lichaam en koelen we af op deze manier. Dit was hem weer, tot de volgende keer!